Je waantje in Nederland. Zo oranje kleurt het publiek dat wacht op de aankomst van het koninklijk paar. Het gaat om energie hier bij deze faculteit van de Universiteit van Oldenburg. Maar ze komen voor Maxima en Alexander. Ik had ze nog nooit in het echt gezien, wel op de tv natuurlijk, maar nog nooit in het echt. En mama ook niet, dus we dachten zo van, dit is een kans die we moeten grijpen, we gaan even kijken. Hier in Oldenburg wordt natuurlijk de samenwerking tussen ons noorden en dat van Duitsland benadrukt. Al heeft het koninklijk werkbezoek wel een breder doel. De versterking van de banden tussen heel Nederland en de twee Duitse deelstaten. Je hebt het over gebieden groter dan Nederland, hè? En met een economie die heel omvangrijk is, waar ook veel van onze bedrijven en kennisinstellingen ook weer mee samenwerken. En onze Duitse studenten natuurlijk, die weer in Groningen zitten. Dat al met al maakt toch dat we in een echt nieuwe fase van samenwerking terecht zijn gekomen. Ik zie dit als een soort koninklijke erkenning en ondersteuning. De tweede etappe is bij het Marico Instituut in Leer. Marico wil op het gebied van scheepvaarttechnologie zoveel mogelijk Nederlandse en Duitse kennis samenbrengen. De koning kan zijn stuurmanskunsten testen op een geavanceerde simulator. De bedoeling is een schip door de haven van Rotterdam te loodsen. Het gaat hem goed af. In Marico-verband ontwikkelen Noord-Nederland en Noord-Duitsland nieuwe voortstuwingsmethoden voor schepen. Met vloeibaar gemaakt aardgas, LNG, als brandstof bijvoorbeeld. Zo vaart de veerboot tussen de Eemshaven en Borkum nu op LNG. Daar hebben einfach die Niederländer großes Know-how. En wenn man das Know-how beiderseits der Grenzen bündelt, dann bekommt man einen großen Mehrwert, denke ich. Und die Holländer bringen einfach auch viel gute Stimmung und Inspiration ins Projekt. Voor het werkbezoek zijn 2 dagen uitgetrokken. Genoeg tijd om kennis te maken met belangrijke politici en ondernemers. Het bezoek van Willem-Alexander en Maxima valt goed bij de Duitsers. Je merkt dat dat hier enorm overkomt aan de Duitse kant. En dat trekt gewoon flink de boel omhoog. We stijgen met stip. Morgen gaat het koninklijk paar naar Noord-Rijn-Westfalen.